Goedenavond, beste kijkers van Spijkie Loco, van Spijkenissen. We zijn in de building deze avond. Zo ben ik in de building. Jongens, wat ga ik vanavond doen? Ik ga vanavond chillen. Ik ga lekker drinken. Ik ga lekker zitten op de bank. Ik wist het net, het wordt een leuke avond. Ik ga muziek luisteren. Panics in de building. Ik ga een game spelen. Hey. Ik ga allemaal leuke dingen doen vanavond. En ja, morgen zondag. Wat gaan we morgen doen? Helemaal niks. Ik was vandaag toevallig vrij van werk. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben om 11 uur begonnen met koude school maken. Voor mijn hoofd. Ik was pas 6 uur klaar. Ja, weet je wel, het is fucking fucked up, man. Fucked up. Maar normaal is die zeg ik altijd. We gaan weer aan het werk. Nee, vanavond is het in de building hier in mijn huis. Spijkenissen, met chillen met de handen, met Damien. Ik ben gewoon in de building. Wordt fucking gezellig. En ja jongens, misschien komt binnenkort mijn wakkie. Mijn wakkie nog. Ik heb die Rebba. Dus ja, ik wil gewoon, ik moet ook snel de weg op. Lekker mijn rondes rijden. Lekker met mijn vriendin naast me, lekker naar het strand, lekker chillen daar zo met de honden. Je weet wel, het was echt leuke dingen. Maar jongens, waar ik het vandaag wil over hebben, Spekkie Loco, ga ik het op een andere boek gooien. Ik zeg dat verder. Ik ga mijn vlog maken, oké, officieel ben ik een Belg. Al is het. Maar het leuke is, ik heb een studie naar mij. Ik heb een Belgische moeder. En ik heb een beetje het goede sauw weer weg. Dat zie je later waarom daar. Het komt later in mijn leven. Ga jullie dat allemaal meemaken. Maar in Curaçao ligt ook mijn hart. En daar ga ik ooit naartoe. Dus wat heb ik nou bedacht? Weet je mensen? Omdat ik zo multicultureel ben. Ik ga Surinaamse praten met jullie. Belgisch, Nederlands en Curaçao. Mensen zeggen altijd Curaçao. Ik noem het Curaçao. Curaçao. Nou, je weet zelf. En wat nog meer? Ik ga dingen filmen. Dus hey jongens, zet in de reacties wat jullie willen zien. Weet je, ik heb zo vaak tegen jullie gezegd, bro, joh, maar jullie reageren allemaal niet. Allemaal niet. Jullie blijven allemaal. Jongens, zeg wat ik moet doen en ik doe het. Tot bepaalde grenzen, maar hey, grenzen heeft iedereen. Maar wie zegt dat ik het niet doe? Dus zeg tegen deze gekke bellen, gekke Suriname, wat dan ook, want ik voel me alles, ik ben multicultureel. Iedereen mag leven, iedereen mag vloggen, iedereen mag alles doen. Mensen moeten hun dromen nastreven, sowieso. Mijn droom is om bekende YouTuber te worden en rijk te worden. Ga niet lullen, ik wil rijk worden. Kon je rijk, niet alleen door werken, ook door YouTube, door dingen doen, mensen helpen. Weet je, ik geloof niet in God, maar ik geloof wel in dingen die er zijn. Als je goed bent voor een ander, komt het goede kom ook voor jou. Dus weet je, zie je iemand over straat lopen, hij loopt zo een beetje moeilijk. Dan moet je helpen. Jongens, ik check jullie later deze avond. Spekkie Loco gaat jullie zien.